moet even wat eerder gaan. Ik heb het dingetje voor uitgeprint. Die gaat zuid. Het is weer zo'n dag met alleen maar regen. Nou, mag knippen. Ik heb ervoor gekozen om te knippen. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag zondag 31 juli. Laatste dag van juli. En ik ben erachter gekomen dat ik niet al mijn boeken heb kunnen lezen voor deze maand. En ik baal dan van mezelf. Dus misschien moet ik niet meer zoiets doen of zo. Nee, wel. Ik vind het wel heel leuk om een soort van streven te hebben wat ik ga lezen. Maar ik heb zo mijn best gedaan om ze toch uit te lezen. En dat lukte gewoon niet. En nu heel veel stress gehad. Want ik heb net even geëdit. We gaan zo Dungeons & Dragons spelen bij Daniella. Ik moet even wat eerder gaan. Ik heb wat dingetjes voor uitgeprint. Die gaat ze eventjes vast klaarleggen. En ja, ik heb net al geappt dat ik eraan kom. En dan wat doe ik? Ik ga nu eerst filmen. Maar ja, ik moest het ook nog editen. Anders hebben jullie morgen geen video. Dan, vanavond moet ik hem dan nog even voor de tweede keer renderen. Met stukjes ervoor en muziek hier, bla bla bla. Nou goed. Ja, welkom bij een nieuwe dag. En het is weer een planning van Likmefeestje. Het is echt... Alla Janneke. Maar goed, ik ga kijken of ik een beetje wat van deze dag kan filmen tijdens Dungeons & Dragons. Dat is misschien wel leuk dat jullie een beetje zien van, nou, wat is dat nou precies? Wat ben je nou aan het doen? Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik ga wel eens vragen of ze het oké vinden allemaal. Vorige keer vonden ze het een beetje awkward. Maar ja, ik ga het gewoon doen. Ja, ik ga het gewoon doen. Oké, nou, ik loop buiten. Het is weer zo'n dag met alleen maar regen. Niet heel hard, maar het is van het druilerige. Een hele tas met... spullen mee. Een beetje dicht houden, zodat het niet nat wordt. Want er zit een boek voor mij in. Dungeons & Dragons, dingen die ik uit moest printen. En ik ga dus wat eerder, zodat Danielle dan de dingen kan voorbereiden. Dan ga ik mijn boek lezen. Dus, nou, tot zo. Als we weer droog zijn binnen. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time. Oké, ik heb het boek meegenomen, die ligt daar heel mooi. Naar het werk gezet, moet knippen. Nou, mag knippen. Ik heb ervoor gekozen om te knippen. Ik ben al die kaartjes aan het knippen. Ondertussen mag ik niet kijken wat ik dan ook nog eens knip. Want het is allemaal spoilers en zo. Danielle is het spel aan het voorbereiden. En ik ben aan het knippen. Nou echt, we hebben Dungeons & Dragons gespeeld. Ben inmiddels weer thuis. Het is al echt heel laat. Ik ga al douchen en naar bed en zo. Maar we zijn 5 uur bij Daniella geweest. We hebben gespeeld van 2 uur tot 7 uur. We hebben wel even wat gegeten nog. Nou, we zijn even een half uurtje tussenuit geweest. Voor de rest hebben we alleen maar Dungeons & Dragons gespeeld. En je beseft ook gewoon helemaal de tijd gewoon niet meer. De tijd is gewoon weg. Want als je dan je telefoon op stil zet, inlegt hem aan de kant, dan zit je ook gewoon helemaal lekker in het spel. Wauw, het is echt zo ontzettend leuk. Het is zo dat je in een fantasiewereld problemen moet oplossen, een karakter speelt. En nou heb ik wel een ingewikkeld karakter met heel veel magie en zo. Dus ja, ik moet steeds een beetje terugkijken in mijn boekje, zeg maar, wat ik precies wel of niet kan. Sommige magie dingen hebben meerdere functies. Moet je dan helemaal uit gaan zoeken wat dan passend is bij deze situatie en zo. Superleuk, maar ja, het wil mijn hele dag. Ik kon ook niet echt filmen. Het is ook niet echt filmbaar op de een of andere manier. Ja, wel als je het helemaal gaat streamen, bijvoorbeeld zo'n sessie, doen heel veel mensen en dan hebben ze elkaar ook allemaal in vakken gedeeld in het scherm, dat je ook weet dat je ziet wat wie wat speelt en wat diegene rolt en doet en weet ik het wat. Daar heb je dus meerdere YouTubers van die dat ook doen en die doen het echt veel leuker dan wat wij dat doen natuurlijk. Danielle heeft het wel 1 keer live op TikTok gedaan. En mensen vroegen zich ook af hoe dat dan werkte. En wilden dat graag terugzien. Dus ze is nu ook een YouTube kanaal begonnen. En tenminste gestart voor Daans Books. En daar heeft ze dus nu even die live van TikTok heeft ze daar opgezet. Dus die is ook rechtop dan gefilmd. En ja, dus met 3 andere booktokkers hebben ze dus Dungeons & Dragons gespeeld. Echt super cool. Ik zal even een linkje hierboven neerzetten. Dan kunnen jullie kijken hoe het ongeveer een beetje uitziet als je het online speelt. Voor degenen die er interesse in hebben, leuk vinden om te zien wat ik dus de afgelopen paar uur heb gedaan, ongeveer. Want dat is dan net even anders natuurlijk. Wel hetzelfde verhaal, dezelfde wereld waarin het plaatsvindt. Maar wij maken natuurlijk als team andere keuzes dan dat zij hebben gedaan online.
En dan kom je ook op andere punten terecht, maak je andere dingen mee. En dus je kan eigenlijk je hele eigen verhaal maken op basis van je keuzes. Dus eigenlijk zoals het leven is, op basis van je keuzes kun je dus bepaalde uitkomsten creëren. Maakt het gewoon heel tof. Dus het spel is niet vast. Het is niet zo van, het loopt altijd zoals het is. Nee, je kan er zoveel kanten op, dat de Dungeon Master, Danielle in dit geval, echt zoveel verhaallijnen uitgeschreven moet hebben om er maar voor te voorzien dat jij wel verder kan in het spel. Maar goed, heel ingewikkeld, heel technisch. Als je er nooit van gehoord hebt, denk je, oh, waar heeft ze het over? Wat is dit? Waar is gewoon de shoplog gebleven en zo? Ja, het is momenteel gewoon even heel erg leuk. En samen met lezen is het toch best wel een soort van escape in een fantasiewereld. In een wereld die van magie en ja, die gewoon soms een beetje wat extra dimensie geeft aan je leven nu, zeg maar. Want ja, dit is gewoon het leven. En het leven is soms gewoon hard en niet altijd even cool en leuk. En ja, dan heb je soms een klein beetje een mooi boek nodig of een mooi spel nodig om eventjes te verdwijnen in fantasieland. Zo zie ik het een beetje. En dan kom je weer terug en heb je weer nieuwe energie en dan kan je er weer even tegenaan. En ja, het werkt voor mij. Dus bear with me. Ik zal met de tijd wel. Oh, misschien niet. Misschien blijf ik dit wel gewoon heel erg lang leuk vinden. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, korte vlog worden. Maar ik dank jullie toch voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks. En kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doeg!